Mijn naam is Els van der Jeugd. Ik ben leerkracht hier op het Busleiden Atheneum Campus Botaniek. Ik ben leerkracht in de derde graad BSO. Zeventehuis en bejaardenzorg, dat is een richting waar je terecht kan na het zesde als je uit een richting komt vanuit het studiegebied personenzorg. In zeventehuis en bejaardenzorg krijg je natuurlijk een aantal algemene vakken, een brede waaier. Dat gaat van levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding, Frans en seminarie economie. En dan heb je aanvullend natuurlijk onze hoofdvakken, huishoudkunde, verzorging en opvoedkunde. Naast de theorielessen en de praktijklessen gaan we ook op stage. We gaan die theorie en die praktijk gaan toepassen in de realiteit. Waar kom je terecht of waar ga je stage lopen? Je gaat stage lopen in revalidatiecentra, in ziekenhuizen en uiteraard ook in de woonzorgcentra. Eens dat je diploma hebt behaald van zorgkundige, kan je zeker een vast werk vinden binnen de zorgsector. Ik ben Saartje Kanoot, ik ben leerkracht hier in Busleiden Atheneum. De richting kinderzorg is een specialisatiejaar, een zevende specialisatiejaar beroeps, die zich vooral richt op heel toffe leerlingen die creatief zijn, die speels zijn, die twinkelingsjes in hun ogen krijgen op het moment dat ze met kinderen werken. Dus die echt heel specifiek gaat naar die kinderzorg. Een aantal jaar geleden hebben we de richting kinderzorg helemaal opnieuw uitgevonden. Gedurende 3 lesdagen in de week is onze richting volledig geïntegreerd en bieden wij een aantal vakken volledig geïntegreerd aan. Heel realiteitsgericht, heel ervaringsgericht, heel veel praktijk. De andere 2 lesdagen worden er andere algemene vakken gegeven, zoals levensbeschouwingen uiteraard. Daarnaast lichamelijke opvoeding, Frans en seminarie economie. Wij sturen onze leerlingen uiteraard ook op stage. Dat zijn 3 stageperiodes van 3 weken, waarin onze leerlingen terechtkomen bij bijvoorbeeld een onthaalouder, sowieso in een kinderdagverblijf en ook sowieso in een kleuterschool. Wij gaan onze leerlingen meegeven van hoe dat zij zelf een kinderdagverblijf kunnen opstarten. Dus alle dingen rond beroepsorganisatie en veiligheid komt aan bod. We gaan ook hen aanleren hoe dat je het gedrag kan gaan sturen van kinderen en hoe dat je dat op een fijne en pedagogisch verantwoorde manier kan doen. Om de opleiding 7 kinderzorg te kunnen aanvatten of te mogen aanvatten, heb je een getuigschrift van het 6e secundair nodig. En bij voorkeur eventueel dat je uit een richting komt binnen het vakgebied personenzorg.